Welkom allemaal bij een nieuwe Rubicon-vlog. Vandaag gaan we twee dingen doen. Ik ga jullie nog iets meer vertellen over mijn werk en wat ik hier allemaal uitvoer. En daarnaast ga ik jullie meenemen naar een congres, een wetenschappelijk congres. In een van mijn vorige vlogs heb ik al verteld dat als een van je ouders een psychiatrische diagnose heeft, dat je zelf ook een verhoogd risico loopt om deze diagnose zelf te ontwikkelen. In moleculaire genetica gaan we op zoek naar de genetische varianten die daarmee geassocieerd zijn. Op de horizontale lijn zie je de verschillende chromosomen. Dus hier is chromosoom 1, 2, 3 tot en met chromosoom 22 en de X-chromosoom. Elk puntje is eigenlijk een locatie van een genetische variant op het genoom. Hoeveel deze locatie geassocieerd is met, in dit geval, schizofrenie, wordt aangegeven op de verticale lijn. Dus hoe hoger het puntje komt, hoe meer die specifieke variant geassocieerd is met schizofrenie. En ik ben bezig met het ontwikkelen van een clustermethode waarbij we de specifieke stukjes DNA kunnen identificeren die wel voor schizofrenie een effect hebben, maar niet op bipolaire stoornis. Nou, zoals ik jullie nog beloofd had, zou ik jullie meenemen naar een congres wat ik ga bezoeken. Dat is het International Congress of Quantitative Genetics. Het congresleven ziet er tegenwoordig in deze vreemde tijden een beetje anders uit. En het fijne van een online congres is dat je gewoon een blouse aan kan doen, maar onder een korte broek. En in Australië is dat helemaal top. Thank you for this kind introduction. My name is Bart Benzemans and today I will show you an online teaching tool that I just developed. Het leuke van dit congres is dat het een heel erg interdisciplinair karakter is. Er zijn groepen vanuit de livestock, groepen vanuit humane genetica zoals ik en groepen vanuit de dierengenetica die veel meer met dierprogramma's werken. Dus ja, ICQ. Vanuit de slaapkamer. Deze vlog komt aan het einde van deze serie. Ik hoop dat het informatief was. Daar!